Goedenavond en hartelijk welkom bij de Empty Concertgebouw Sessions. Een bijzondere avond, want vanavond editie nummer 25. En dat is een feestelijk moment. En dat koppelen we vanavond met de vooravond van de 100ste aflevering van de dagelijkse podcast Kalm met Klassiek. Podcast van Avro Tros en NPO Radio 4, waarin ik elke dag rustgevende klassieke muziek laat horen en daarbij ook meditatie en ontspanningsoefeningen en achtergrondinformatie over die muziek. En vanavond gaan we genieten van zeer ontspannende en rustgevende muziek, namelijk de Canto Ostinato van Simeon ten Holt, hier in de grote zaal van het Concertgebouw uitgevoerd voor ons door Sandra en Jeroen van Veen. En we gaan het even over die canto hebben. Het is een stuk, Sandra en Jeroen, dat eigenlijk jullie hele leven lang al met jullie meereist, hè, begrijp ik. Ja, het begon dit jaar precies 25 jaar geleden in Culemborg met de eerste uitvoering van de Canto Ostinato. Gelijk ook een live opname daarvan gemaakt. En sindsdien honderden malen binnen en buitenland gespeeld. Fantastisch. En ik begrijp ook dat componist Simeon ten Holt ook bijzonder tevreden is, want er zijn verschillende versies van, ook op cd verschenen, opnames gemaakt door jullie. Verschillende combinaties ook, piano's met marimba, de versie voor twee synthesizers hebben jullie ook samen opgenomen. Ten Holt was zeer te spreken ook over jullie opnames, hè, van zijn canto. Ja, vond hij geweldig. En wij vonden het op onze beurt bloedstollend spannend om dat te horen, want dat duurde even. We lieten hem dan een opname horen voordat hij uitkwam. En dan zei hij eerst een half uur niks. En dan gingen wij een beetje dood. Maar dan kwamen de complimenten. En hij was er heel erg blij mee. Dus heel dicht bij de componist. Het kwam heel dicht bij hoe geweest. Hij het wilde. Ja. 2012 is hij overleden. Jullie treden op in de geest van zijn nalatenschap. In deze prachtige grote zaal. Zometeen die canto. Maar elke canto is nooit hetzelfde. Dit is altijd een andere canto die eigenlijk ter plekke ontstaat, begrijp ik. Ja, er is heel veel ruimte voor improvisatie. En voor het aanpassen van het moment en op de akoestiek. En het instrument en elkaar. De instrumenten die je gebruikt. In dit geval dus de twee vleugels. En dat is altijd weer een heel fijn spel om aan te beginnen. En ook weer heel moeilijk om dat af te sluiten. Dus het slotje vinden is een uitdaging? Ja, je kan eindeloos doorgaan, want het stuk is verdeeld in secties en in lagen. Mm-hmm. En je mag met zoveel muzici als je bent de secties herhalen. En ieder improviseert. En als je klaar bent, geef je een seintje dat je allemaal klaar bent en doorgaat naar de volgende sectie. En dan begint het hele kleurenspel opnieuw. Kleurenspel. Zijn er ook echt concrete kleuren aangebracht? Nee, dat zou handig zijn. Maar het zijn lagen met muzieknoten, 5. En om het makkelijk uit te leggen zou je kunnen zeggen dat iedere laag zijn eigen kleur heeft. En dat je als artiest dat moet gaan mengen. En dan daardoor ontstaat het stuk ter plekke op het podium. Omdat je steeds ter plekke beslist van wat hoor ik voor kleur? Wat zal ik eens gaan mengen, wat zal ik eens toevoegen? Maar goed, dus Sandra speelt bijvoorbeeld geel en ik denk, blauw zal hier mooi bij passen. En dan gaan we geel en blauw een beetje meer in het licht zetten. En vervolgens geven we een seintje, dan gaan we naar het volgende stuk en dan kies ik een andere kleur en dan gaat Sandra daar iets anders bij passen. En zo meng je elke keer een nieuw palet, zeg maar, van kleuren. Maar hoe weet je dat als twee schilders hetzelfde doek beschilderen, dat het moment daar is om te gaan mengen? Hoe geef je dat aan? Hoe kunnen wij dat straks zien als we gaan genieten van de canto? Nou, we hebben voortdurend oogcontact. En oorcontact. En oorcontact natuurlijk vooral. Maar als je wij spelen het zo lang samen dat je het ook weet. En als je dan soms denkt van oké, ik heb toch nog wel even een interessant dingetje gevonden, dan kijk je even heel druk naar je toetsen. En dan pas als je weer oogcontact hebt, dat is echt de afspraak, mag je pas doorgaan. Ja, en dan dus, eerst oogcontact en dan geven we een seintje zo. En dan iets te later, dan hoor je iets klein stukje hoor je veranderen. Ja. Het gaat iets omhoog of er komt een nootje bij of het gaat naar beneden. En dat is eigenlijk een beetje ook een kernpunt van minimalisme. Herhalende muziek die je ook een beetje tot rust brengt en die langzaam zich ontwikkelt. En je kunt elkaar daarin uitdagen of en kun je meegaan of niet. Dus elke canto is weer anders. In elke omgeving klinkt die weer anders. Ja. Hoe zit het met zo'n prachtige akoestiek van dit concertgebouw? Wat kunnen we verwachten? Nou, het is elke keer weer een zoektocht naar de ruimte en welke accenten je waar legt. En je daagt dan ook de ander uit. En dat is met de akoestiek, zeker zo'n lege zaal, dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Eigenlijk liefst zou je natuurlijk het publiek erbij willen hebben, maar dat is altijd, je speelt altijd in, dan kom je aan en dan ga je spelen. En dan
ja, dan ga je spelen met het publiek en is het weer totaal anders. Dus dan moet je weer opnieuw zeg maar gaan balanceren van hoeveel kun je geven, hoe weinig, hoe hard ga je, hoe zacht ga je. En je moet, dat is ook één standaardregel, dat je nooit de ander overspeelt. Je mag nooit harder spelen dan de ander. Dat heeft Simeon duidelijk omschreven ook. Van, je moet het democratisch blijven. Democratisch ja. blijven. Je mag nooit eroverheen schreeuwen. Wat dat betreft is het een heel Nederlands stuk. Ja, een polder, poldermodel. Poldermodel. Waar we allemaal deel aan kunnen hebben. Ik weet, jullie zijn ook bedreven in het spelen van de canto in lichtconcerten. Met het publiek, soms zelfs onder de vleugels waarop jullie spelen. Kan je iets vertellen over die kalmerende werking? Want in het kader ook van de podcast Kalm met Klassiek, waarin dit ook een aflevering zal worden. Waar zit hem dat kalmerende in van de canto? Ik denk het repetitieve. En het toch, repetitieve, ja. Ja, het, ja. En het ostinato, het doorgaande. Maar de drive die het heeft en het dat motorische aspect. De ritmiek die doorgaat. Ja. Ja. En dat mooie is ook dat het is een 5/8 maat. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dat is normaal gesproken in muziek is vaak in vieren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Of 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maar dit is een 5. En dat geeft een hele gekke swing eraan. En dat blijft een soort, wordt een soort hypnotiserende swing, omdat het zo lang doorgaat. En dat brengt mensen echt letterlijk soms vaak in trance. Maar jullie niet, ja. Want jullie moeten scherp blijven. Wij blijven scherp, ja. Heel goed. En dan gaan we genieten van die canto ostinato hier in de 25e editie van de MT Concertgebouw Sessions. Het 25e jaar waarin Jeroen en Sandra dit werk spelen. En in de vooravond van de 100e editie van de podcast Kalm met Klassiek. Veel plezier. Thank you.